Wij bouwen machines voor klanten, meestal foodproducenten. En die machines zijn verpakkingsmachines en die stoppen zakjes in dozen. De grootste club mensen bij ons zijn engineers die elke dag bezig zijn met onze klanten, oplossingen vinden. In elk order zit een stukje innovatie. En ook los van orders zijn wij bezig altijd met een stuk innovatie. Met onszelf, met universiteiten. Stilstand is achteruit gang. Hier bij Blueprint Automation hebben ze over hoe je kunt groeien en toch beheerst kunt groeien en de teamgeest in je bedrijf kunt houden. Ontzettend zijn ze gaan kijken bij allerlei andere bedrijven die al wat meer verder zijn. Je kunt het niet alleen, dat moet je ook volgens mij helemaal niet willen. Er zijn andere bedrijven die ook hun ervaringen willen delen, want die zitten ook met vragen en ook even mee kan helpen. En zo vorm je dus eigenlijk hele slimme coalities waarmee 1+1 altijd 3 is. Als wij niet doorontwikkelen, dan worden we links en rechts ingehaald. De markt groeit, er is vraag naar ons product. We hebben goede partnerships met onze klanten. Maar er zijn ook altijd bedreigingen. Ja, een bedrijf dat groeit, heeft ook groeipijnen. En dat heeft ook een eigen dynamiek en eigen uitdagingen. Technisch opgeleid personeel, dat is eigenlijk onze belangrijkste bottleneck in onze groei. Dus de juiste mensen vinden en aan ons binden. Ik denk dat het geheim van dit bedrijf is een voortdurende inzet op vernieuwing vanuit een diepe nieuwsgierigheid in hoe je een klant kunt helpen. Ja, dit is een voorbeeldbedrijf.